kijken naar een nieuwe video. Ik ben vandaag op de Feline Hooi Tour, ook wel bekend als de Hooi Family Tour. En we zijn vandaag in Poelenburg en ik ben er al. Ik ben er al een tijdje, ongeveer een half uurtje nu, maar we hadden best wel eventjes haast, want we konden het niet heel goed vinden. Ik sta nu even op het terras. En het is hier echt super groot, maar ook echt wel erg mooi. En Robin is nu met Sita een demo aan het geven met Kozakken Voltige, als ik het goed uitspreek. Dus daar gaan we zo ook nog even kijken. We hebben ook de stand van La Vitana Horse bij ons. Dus ja, voor degenen die het leuk vinden, die kunnen dus een plukje paardenhaar inleveren en daar een mooi armbandje van laten maken. Ik zit een beetje met het licht. En voor de rest heb ik nog wat sieraden van binnen toe. En volgens mij is Diego bij me. En voor de rest wat leuke sieraden van, gewoon sieraden zeg maar, voor jezelf te dragen. Dus ik ga jullie even een stukje hier van deze manege laten zien, want het is heel mooi. En eventjes naar de stand. Kijk, dit is dus het dakterras. Waarbij je dus eigenlijk zo helemaal kan uitkijken over, over het hele terrein. En daaronder zo staat onze stand, maar dat ga ik jullie zo even laten zien. Super leuk hier. En je hebt dan zo binnen de kantine en dan kijk je ook zo binnen op de rijbak. Kom je zo van de kantine, gaan we hier naar de bak toe. Nou, dit is dus zo mijn stand naast die van Feline. En ik heb hier nog, in totaal 5 shirtjes liggen. Ik dacht van, nou ja, die leg ik er dus gewoon bij. Ik heb nog 1 petje over. Dan heb ik, oh wat is een vlieg op mijn armband. Ik ga weg. Ik heb hier gewoon de armbanden. Eigenlijk alle armbandjes van mij. Deze zijn voor de verkoop. Ze zijn helemaal beslagen. Ik heb er nog een paar van Winnetou en nog een paar van Diego. En dan deze armbanden, die zijn nu 2 euro. 2? Ja, 2 euro. Zijn ook wel leuk. Ja. En dan heb ik hier nog wat armbanden. Gewoon als demo model. En dan heb ik hier de cadeaukaarten. Heel vaak weten mensen niet precies wat ze willen. Dan denk ik zeg van, nou, ik koop gewoon zo'n cadeaubon. Even kijken, dan heb ik hier nog wat sieraden. Niet van paardenhaar, gewoon die je zelf kan dragen. Eigenlijk van alles wat. Een keer wat visitekaartjes van de sieraden, van de vrijheidsdressuur, van de Winnetou. Dan heb ik hier nog een pluk paardaard, dat mensen een beetje een idee hebben van hoe de vlechten er nou uitzien. Dus dit is een beetje het totaalplaatje. En dan zijn dit de shirtjes van Feline. En op de achterkant staan alle datums. Dan hebben ze hier nog leuke goodiebags. Kijk, en dit is de achterkant van dat shirtje. Thank you.
ja, dan moet je hopen dat die alsnog afgaat. En soms heb je dan een balk, soms een wijziging en soms red je me wel. Maar ja, dat is gewoon iets wat moet je samen doen op dezelfde manier. Dus nu iets hoger, maar het is niet dat ik nu in één keer veel meer been ga geven. Of juist veel harder ga, of veel zachter. Ik probeer juist gewoon in één hip er naartoe te rijden. Goed gesteld. We gaan oefenen, dat we steeds hoger kunnen. En ja, af en toe, dan oefen ik ook om hem na de hindernis stil te zetten. Nu is hij best wel rustig, maar hij heeft ook momenten dat hij na de hindernis heel hard weg kan schieten. En dat ik het tempo bepaal. Goed zo. We staan nu even bij de bak en Feline gaat nu wat met Miley laten zien. We staan daar achteral, want omdat iedereen hier nu achter mij op de tribune zit, dus bij de stands gewoon heel rustig. En ja, is de tribune en daar zeg maar de stands. Dus dacht nou, ga ik ook even kijken. Dus ik ga nu even bij Feline en Miley kijken. Ik probeer natuurlijk elk jaar een beetje mijn demo aan te scherpen, uit te breiden, iets leuker van te maken. En wat ik eigenlijk de kennis die ik nu heb, had ik, ja, dat was bijna een jaar geleden, had ik die nog niet. En een jaar geleden was ik ook al aan het uitleggen met hoe je precies je paard of nek erop leren kan aanleren. En ja, mag ik niet wat erbij kan kijken. Want dat is natuurlijk ook een beetje een try-and-error situatie, omdat je helpt straks op de handstand of metaal natuurlijk op je paard zit. En kan natuurlijk voor gevaar zorgen als je dat niet goed kan. Maar ik heb altijd zoveel de vraag van hoe heb je het aangeleerd. En het is eigenlijk via een andere vraag heel makkelijk uit te leggen. Ik heb natuurlijk wel heel vaak vragen over mijn video's of ook in de DM's of Instagram. En daar gaat er straks denk ik ook al wat over. Die vraag hebben we vrienden. Mijn pony vindt iets eng in de bak. En dat warm een beetje eng op de Ik heb een pony vindt iets eng in de bak. En ik heb er niet langs. Hoe hard ik optrek aan mijn teugel, ik heb mijn pony er niet langs. Ja, ten eerste heeft geen zin. Het heeft geen zin om aan de teugel van je paard te trekken als je paard ergens niet langs wil gaan. Ik ga het even proberen voor te doen. Ik heb Martje nog niet echt ingereden. Ik heb nog niet helemaal naar mijn hulp. Maar het ding is, als Martje bijvoorbeeld niet door deze hoek heen wil, wat hij nu heel graag gaat doen, en iemand zegt, ga je wel in de hoek heen, ik ga aan deze teugel trekken. Ja, dat is niet los, dat is niet nu natuurlijk nu. Dat lijkt me volgende dat ik nog een keer doen. Dat is best wel. Dan wil je gewoon zitten. Er is een show passen. Dat is niet hoor. Ik film al. Ella. Fakka. Alles goed vandaag? Jawel. Alleen? Ik heb niet gedoucht vandaag. Waarom? Nou, we staan nu bij de stand van La Vitana. En we hebben best wel wat veel armbandjes verkocht. Yes. Veel blije mensen. En het loopt volgens mij nu al een uur uit. Dus volgens mij is de laatste rij nu ongeveer geweest. En dan willen wij eigenlijk nog even langs het strand, want we zijn nu toch bij school. En dan gaan we even naar Egmond. Dat vinden we wel gezellig. Lekker! Hi, lekker! Nee. Ga er een eentje op eten? Ja, gewoon. Ik heb gewoon voor weggegeven, hè?
Ja, wat zou ik zeggen? We zijn op het strand. Wat is dat? Een meeuw? We zijn nu in... hoe heet het hier ook weer? Berg aan Zee. Berg aan Zee. En al vanaf dat ik... Oh, de zee! Vanaf al dat ik heel klein ben, gaan we al naar de zee. Voornamelijk Egmond aan Zee. En ja, dat, als ik aan de zee ben, dan voelt het altijd zo erg leuk. Als vakantie. En gewoon de geur van de zee, het water, de duin. Ik hou er zo erg van. Maar ik woon natuurlijk zelf in de Achterhoek. Maar als ik kom... Rink, zullen we hier zo wat eten? Ja. Dat is echt leuk. Ik heb ook wat te kijken, ja. En wat ik wou zeggen, al vanaf... Ja, oh ja, ik was aan het vertellen dat als ik ooit ga verhuizen... Vanuit de Achterhoek is dat 100% naar de zee. Nee. Ja, echt wel. Dan blijf je maar lekker alleen. En dan ga je. Dus ja, ik zou heel graag... ik zou stiekem best wel heel graag naar de zee willen verhuizen. Dan naar Egmond aan zee of... Ja, lijkt me gewoon super leuk. Gaan jullie nu wat beelden laten zien? Oh, kijk dan de zee. Ja, jullie zien hier heel veel. Het is super mistig. Tja, als je toch maar één keer aan de zee bent, dan moeten we er meteen even lekker doorheen lopen. Oh jongens, ik hou serieus zoveel van de zee. Ik vind het hier ook echt zo mooi. En stiekem wil ik echt heel graag naar zee verhuizen. Kijk nou, het is toch prachtig. Oh, ik hou er zo van. Oh, lekker een strandrit met de paarden. Maar ook gewoon om alleen al zelf lekker aan het strand te zijn. Lijkt me zo heerlijk. Kijk nou. Ik ben inmiddels weer uit de zee en Rinke ook. En we wouden net nog even wat gaan eten, maar er waren hier alleen maar van die vistenten. Dus wij willen gewoon ouderwets lekker patat en een hamburger of zo. Pizza. Of een pizzaatje. Dus wij gaan even ergens een snackbar opzoeken. Maar volgens mij zit daar ergens achter mij een snackbar. En laat ook even in de comments weten of jij graag juist in de Achterhoek zou willen wonen of juist aan zee. Want zijn, ik weet altijd van de mensen die aan zee wonen, die willen juist naar de Achterhoek. Juist lekker bij de, ja, bij de Ginkelzaai en de Veluwe en zo. En de mensen die ja, juist in de Achterhoek wonen, die willen juist naar zee. Zoals ik dus. Dus laat het even weten. Verder heb ik een superleuke dag gehad. Ja, ook veel mensen van YouTube mogen ontmoeten. En ook, ik heb ook best wel veel mensen van mijn kijkers ontmoet, zeg maar. Dus dat vond ik ook heel erg leuk. Dus ja, ik zeg een geslaagde dag. Ik vond, Feline, ik vond dat je alles top had geregeld. En tot op naar de volgende tours van Feline. Daar ben ik namelijk ook bij. En neem allemaal een plukje paardenhaar mee. Want deze dag kan je dus een mooi sieraad van paardenhaar bij mij laten maken. Dus allemaal een plukje paardenhaar meenemen. En dan zie ik jullie of op de volgende tour van Feline of in de volgende video. Doei doei!